Mijn manuscript is afgewezen, twee keer. Dat is een aantal maanden geleden al gebeurd en ik heb me er zo ruk over gevoeld dat ik nu pas deze video durf te maken. Want een van de redacteuren was zo goed om feedback te geven en dat was tamelijk vernietigend. Wat betreft stijl viel het nogal tegen. Een aantal zaken die ze aankaarten had ik verwacht. Een bepaalde platheid en weinig literair taalgebruik. Niet filosofisch verheven staan Boven de materie. Weinig biografische achtergrond. Goed, dat waren bepaalde keuzes die ik had gemaakt. Misschien slechte keuzes, maar daar stond ik op dat moment achter. Maar er waren ook zaken waarvan ik overtuigd was dat ze goed zaten. Zelfs mijn dialogen. De dialogen tussen de personages, al snap ik dat het wellicht satirisch of humoristisch bedoeld was, voelden niet heel natuurlijk. Ja, fuck, ik dacht echt dat die goed waren. Nu moet ik bepalen wat ik hiermee moet. Na al die maanden. Opsturen naar andere uitgevers. Toch nog een keer naar kijken. Misschien compleet opnieuw schrijven. Of het verscheuren. Verstoppen in een hoekje en verder gaan met mijn leven. Ik merk toch dat een deel van mij dat wil. Dit verscheuren. Dit is een vergissing van drie jaar. Ik heb mijn baan opgezegd om aan mijn roman te kunnen werken heel leuk om succes te delen of te zeggen: van ik ga mijn passie volgen, maar het falen, het mislukken, dat voelt niet zo aantrekkelijk. Alleen denk ik, als het uiteindelijk wel lukt, dan hebben we een schitterend narratief met tegenslag en eindgoed, al goed. Ik neem J.K. Rowling met Harry Potter, die echt heel vaak was afgewezen. Nu heeft de halve wereld het gelezen, de underdog heeft het gehaald. Daar smullen we van. Maar wie we niet collectief kennen, zijn al die mensen die ook een manuscript hebben geschreven, die zijn afgewezen en die uiteindelijk nooit zijn doorgebroken. Daar hebben we niks van gehoord. Die kennen we niet. En daar ben ik misschien straks wel een van. Ja, of niet. Misschien wordt het wel een underdog verhaal. Ik weet het niet. Sowieso doorbreken is denk ik deels geluk. Het onderwerp en de stijl moeten net de redacteur aanspreken. Ze moeten ruimte hebben voor de debutant en ja, weet ik veel. Misschien dat de redacteur net liefdesverdriet heeft. en alles wat over liefde gaat, helemaal kut vindt. Ja, zou kunnen. Maar eerlijk, ik denk dat dat voor mijn verhaal niet opgaat. Ik werd benaderd door twee uitgevers. Dat betekent dat ze het onderwerp prikkelend genoeg vonden: mannen die naar een versiercursus gaan, verbitterd raken. en incels worden. En dat ze het plaatje eromheen ook wel zag zitten. Dus als het dan is afgewezen, dan kan het maar in één niet liggen. De tekst zelf. En misschien is dat nog wel veel erger dan dat het plaatje niet klopt of zo. Nou zou het heel misschien nog kunnen dat het simpelweg een mismatch was met beide redacteuren. Dat dit een manuscript is wat 9 op de 10 mensen niks aan zullen vinden en 1 op de 10 zal denken: geweldig, en die ziet het wel. Toch een gevalletje J.K. Rowling. Want die feedback die ik gekregen heb, laat in ieder geval zien dat er echt niks van mijn bedoeling over is gekomen. Ik wilde als schrijver geen afstand tot het verhaal. Een beetje de hangen als filosoof, gniffelend om mannen die naar een versiercursus gaan, die thuis de hele dag voor de computer zitten, zich zitten te aftrekken. Ik wilde niet die absurditeit van die wereld laten zien met een hele sterke vertelstem. Evenmin wilde ik allerlei stilistische vernuftigheden uithalen. Strooien met vergelijkingen en metaforen als Roetveeg Piet op pakjesavond. Fuck dat. Ik wilde iets laten zien zonder poespas. Ik wilde schrijven zoals het was, A la Turgenev. Hij laat karakters zijn voor wat ze zijn en het oordeel is aan de lezer. Mijn manuscript is geen pamflet, geen poëzie. Het is een poging om de mens te laten zien zoals hij is, gegeven een bepaalde situatie en bepaalde angsten. Maar misschien ben ik daar niet in geslaagd. Misschien is het te plat, mist het diepgang, psychologie, biografie. Is het te veel van buiten beschreven als een camera? Miste het bewustzijn. Werken de dialogen niet zo goed als ik gedacht had. Misschien is het te veel een handleiding. Allemaal dingen die nu door mijn hoofd spoken. Dus ik heb het boek nog laten lezen door een aantal vrienden en vriendinnen. En hun commentaar kwam toch wel redelijk overeen met de feedback. Ook zij missen een bepaalde diepgang. En één vriendin zei... ja. Is het niet gewoon veel meer een boek wat je uiteindelijk geschreven hebt voor een jong publiek? Het gaat over jongeren, eerste keer seks, online wereld, eenzaamheid, vriendschap, ongemakkelijkheid. Allerlei dingen die vooral jongeren zullen aanspreken. Misschien heb ik mijn eigen doelgroep verkeerd begrepen. Is het geen literair werk, maar misschien ja, iets voor young adults of zo? Ik weet het niet. Zoveel vragen, wat ik moet met die feedback, met dit manuscript... Er zit eigenlijk maar één ding op en dat is dat ik het gewoon zelf opnieuw ga lezen. En dan zie ik het wel. Opsturen, herschrijven, wegleggen. Kijk, het is niet zo dat ik me nog kan veroorloven om een jaar fulltime hieraan te schrijven. Ik ben nu vader en ik deed trouwens een veel betere vader dan schrijver. En ik moet straks ook gewoon weer werk hebben. En ik kan niet filmpjes blijven maken, een boek herschrijven, vader zijn, werken. Het gaat allemaal niet. Iets moet er sowieso sneuvelen. En dat zal niet mijn kind zijn. Maar goed, dit filmpje niet om te laten zien hoe zielig ik allemaal ben of zo. Maar om te laten zien dat dit ook een onderdeel misschien is van het proces. Dat je passie volgen misschien een goed levensadvies is. Maar misschien geen goed carrièreadvies. Maar vooral ook om erachter te komen wat ik hiermee ga doen. Ik heb nu vijf maanden niet aangeraakt tot dit filmpje. En met mijn geheugen is dat genoeg om denk ik echt even onbevangen het opnieuw te lezen. Maar wel met al die... ...toch wel vernietigende feedback in mijn achterhoofd. Best wel fucking spannend en best wel fucking ruk. En dan gaan we hoofdstuk 1. <laughs> Dit is niet best. Vijf en een half jaar en dan ben ik nog geul. En het boek begint met Frits op de versiercursus. Ik beschrijf hoe hij daar zit, hoe het daar ziet, wat er allemaal gezegd wordt. Maar het voelt levensloos, statisch. Wat ik mis zijn zijn gedachten. Waarom zit hij daar? Wat denkt hij over zichzelf? Wat wil hij uit zo'n dag halen? Wat vindt hij van die versiercoaches? Wat vindt hij van zijn medecursisten? Wat vindt hij van vrouwen? Gewoon iets. Wat vindt hij ergens van? Het blijft allemaal zo afstandelijk, zo klinisch. Alsof ik zo graag heb geprobeerd show don't tell toe te passen, dat ik uiteindelijk van alles laat zien en niks vertel. Oh, een lege huls. Alsof ik geprobeerd heb een huis te bouwen en een schitterende buitenkant te hebben. Je wil naar binnen en binnen is het gewoon leeg. Zo leest dat eerste hoofdstuk. En dan zegt de ontwerper: ah, Dat wat er binnen is, dat mag je er zelf bij verzinnen. Nee, Floris, zo werkt het niet bij schrijven. Ook die binnenkant moet je laten zien. Juist bewustzijn. Dat is waar schrijven, denk ik, om draait. Oké, okay, maar dit was het eerste hoofdstuk. Ik hoop maar dat het beter wordt. Nee, het is niet best. Ik ben bij hoofdstuk 5. En Frits is al op straat en heeft meerdere vrouwen aangesproken. En er zitten best wel wat stukjes bij waarvan ik denk: wauw, niet slecht. Maar het stelt me wel echt teleur. Diep teleur. En ik begin het commentaar van de redacteur en mijn vrienden ook wel steeds beter te begrijpen. Ik zal één dieptepunt van het proza uitlichten. Met schaamte, maar dan een beetje ja, waar ik het over heb. Teun en Camillo kwamen binnen. Frits sprong op en begroette ze een paar meter van zijn zitplaat met een zwaai. Ze staken hun vuisten uit voor een box en vroegen hoe het gegaan was. Frits vertelde dat hij eindelijk geopend had, dat het niet veel was, maar wel wat. Toen hij vroeg hoe het bij hen gegaan was, kwam Jip naast hem staan. Hij schudde de jongens de hand en begon over de onmogelijkheid van zijn afwijzingen. Teun zei dat ze een plekje gingen zoeken. Ze eindigden een paar rijen achter Frits. Ai ai. Net een gebruiksaanwijzing. Ik. Ik denk dat ik iemand moet citeren wat betreft stijl, viel het nogal tegen. Oké, okay, ik heb nu het eerste deel van de drie delen uit. Het deel wat gaat over de versiercoaches. En ik ben iets gematigder in mijn oordeel. Een zesje. <laughs> maar ik denk wel dat ik genoeg gezien heb om te weten wat ik met het boek ga doen. Ik merk ook dat ik het echt wel heel leuk vind om te lezen, ook al is het ja, niet zo goed. Zeker de laatste paar hoofdstukken waren niet heel slecht. Kijk, ik voelde nog steeds niet heel goed Frits mee. Ik heb absoluut dingen verkeerd aangepakt. Maar er zaten wel dialogen en scènes tussen waarvan ik dacht: ja, Floris, je kan echt wel een beetje schrijven. Het is niet allemaal compleet waardeloos dat het meteen naar de prullenbak moet. En ja, je echt in een hoekje in de kamer moet verstoppen en je de komende 20 jaar kapot moet schamen. Zo erg is het niet. Maar ik realiseer me al wel dat ik een paar hele grote fouten begaan ben tijdens het schrijven. Ik denk namelijk dat ik het boek echt niet meer heb kunnen lezen tijdens het herschrijven met frisse ogen. De naam Frits betekent voor mij zoveel: allemaal versies die ik geschreven heb en die ik niet gehaald hebben. Allemaal introspectie wat ik geschreven heb en wat ik geschrapt heb, zijn toekomst, zijn verleden, zodra ik zijn naam ziet, betekent dat heel veel voor mij. Maar voor een nieuwe lezer betekent dat helemaal niks. En ik geef gewoon niet genoeg om het te laten boeien. Hij lijkt wel dood van binnen. Ik heb er gewoon 0,0 bewustzijn in gestopt. Ik denk dat als ik verder ga met schrijven, dat ik veel vaker stukken moet laten zien aan mensen die er nog niks van gelezen hebben zodat ze feedback kunnen geven. En ik wel die frisse ogen erop krijg. Ook moet ik het misschien nog langere periodes wegleggen. Zodat ik het wel met nieuwe ogen kan lezen. Want nu, na vijf maanden. Snap ik ook dat dit niet zo goed is. Dus lezen kan ik wel. Maar nu nog. Ja, nu nog schrijven. Ah ja. Weet je, al doe ik fucking 30 jaar over om een boek te schrijven. Zolang ik er lol in heb toch. Ten tweede, ik ben zo bang geweest voor dat hele showdo. Het telprincipe dat het oppervlakkig blijft. Ik heb zoveel geknipt aan introspectie en ik ben veel te onvrij geweest tijdens het schrijven. Ik wilde als Turgenev schrijven en het is meer een soort smerige Jip en Janneke geworden. Fuck dat, als ik weer de pen oppak, dan wil ik vrij schrijven aan niets of niemand, geen enkele regel denken en gewoon doen waar ik zin in heb. Heb ik denk ook de meeste lol. En ga ik nou weer zeggen, daar gaat het om. Dan het laatste grote probleem. Mijn angst om het filosofisch te maken. Ik heb best wel wat romans gelezen van filosofen. En ik storm me er altijd kapot aan dat karakters voelen als betolkers van specifieke ideeën. Niet als mensen. Daardoor wordt het boek meer een soort slecht betoog. Een poging tot argumentatie in plaats van een verhaal. Ik ben hier denk ik zo bang voor geweest dat er bij mij totaal geen theorie in zit. En het ook helemaal niet duidelijk wordt. Wat die wereld nou behelst. Wat de ideologie is van versiercoaches, van incels. Hoe zij over zichzelf denken, over vrouwen, over evolutie, over man en vrouw die samenkomen. Niks van dat alles wordt duidelijk. Ik ben zo subtiel geweest dat zelfs ik bij het herlezen dat er gewoon niet uit kan halen. Het boek zou moeten gaan over de relatie tussen mannen en vrouwen. Wat de rol van het internet daar tegenwoordig in is. Welke grenzen er zijn en hoe die worden opgerekt. Of genegeerd. En bovenal, wat het betekent dat er extreme seksuele ongelijkheid is in onze maatschappij. Sommige mensen hebben honderden sekspartners, uh, Jeroen Pauw, en andere mensen hebben er één of geen. Dat is een vorm van ongelijkheid wat bijna nooit besproken wordt. En als het wel besproken wordt, wordt er vaak lachelijk over gedaan. Maar het is een serieus probleem. Zowel voor degenen die er in eerste instantie persoonlijk onder lijden en op zoek zijn naar een oplossing. Als degene die vervolgens de consequenties daarvan ondervinden. Dit zijn in mijn optiek thema's die nog niet in de literatuur besproken zijn. Het probleem is alleen dat ik het ook nauwelijks doe. Ik dacht dat ik een boek daarover geschreven had, maar het zit er niet genoeg in. Het blijft ergens heel gek genoeg braafjes en tegelijkertijd plat. Een oppervlakkig boek is het geworden. Met hier en daar wat ongemakkelijkheid en smerigheid. Ik denk trouwens dat ik die ongemakkelijkheid best aardig beschreven heb. Maar het komt niet bij de diepere ideeën van de personages. Wat hen drijft en wat hen stuurt. Hun ideologie. De ideologie van die versiercoach. De incel. De reactie van de maatschappij daarop. Hoe zij misbegrepen worden en hoe zij de wereld misbegrijpen. Al dat wilde ik erin plaatsen en zit er te weinig in. Wat dat betreft is deze feedback en het herlezen. Bijzonder waardevol. Ik heb niet het boek geschreven dat ik dacht dat ik had geschreven. Wat dit wel is, ja, iets wat vrij makkelijk weggelezen, maar gewoon te oppervlakkig is. Toch merk ik dat ik gewoon heel veel zin heb om hier opnieuw in aan de slag te gaan. Ik ga de rest nog lezen en ik denk dat ik het helemaal ga herschrijven. Veel vrijer qua toon en qua stijl. En of het dan afkomt, of ik het dan ooit nog ga opsturen naar uitgevers. Nou, ik weet het niet, maar ik moet gewoon een baan gaan zoeken weer. En ik blijf lekker schrijven voor de lol. En ik zal af en toe video's maken. Maar weet je, lol, liefde, ik heb het al een paar keer gezegd. Maar daar gaat het denk ik nu echt om. Ik ben bezig geweest met van, ik wil het manuscript gepubliceerd krijgen. Maar eerlijk, ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.